Al jaren bezoeken we hier de autoshow in Genève en het is nog steeds bruisend van energie. De innovaties die je ziet, de nieuwe modellen. Het is eigenlijk gewoon een paradijs. Niet alleen voor mij, als voorzitter van de rijvereniging, maar zeker ook voor de oud-minister-president van Nederland, Jan-Peter Balkenende, tevens een goede vriend, die hier toch al jaren mee naartoe gaat. Wat gebeurt er als je dan weer zo'n beurs in Genève tegenkomt? Als je hier bent, gaat je hart open. Een autoliefhebber is heel graag hier. Het is niet een grote beurs, maar wel een hele fijne beurs. Je hebt een aantal hallen en die staan vol met allerlei primeurs. Ik ben enorm enthousiast als ik hier ben. Het geeft een goed gevoel. De top van de autowereld is hier. En je ziet prachtige modellen. Ik geniet gewoon. Ja, nou was er één eis. En dat is ook een beetje een eis dat wij op deze stand en op deze plaats gaan staan. Nou lijkt het alsof we op de achtergrond BMW in beeld brengen. Dat doen we ook. Maar tegelijkertijd hier toch iets aparts met Mercedes. Ja, maar misschien is het goed dat de camera ook nu even verandert. Dan komt deze auto goed in beeld. Nou, dit is een auto waar ik zelf echt iets mee heb. Dat is de GT4. De 4 dus versie van de AMG GT. Wat ik een geweldige auto vind. En deze komt nu op de markt. En daar ben ik enorm enthousiast over. Dus erg leuk dat we hier staan voor deze auto. Ja, het is ook wel weer geest om te zien dat wij dan notabene zien dat Jan-Peter Balkenende nog even de verkopers hier uitlegt wat nou de specifieke kwaliteiten van die auto's zijn. Want hij weet er ook daadwerkelijk alles van. Als je nu kijkt naar de nieuwe tendensen, wat we hier weer tegenkomen, wat zijn de grote lijnen waar we mee bezig zijn? Nou, de grote lijn is natuurlijk waardoor wordt een auto aangedreven. Blijven wij zitten op het traditionele spoor? Is dat fossiel, benzine, diesel, of gaan we naar een heel andere wereld toe? En dat is de andere wereld. Het gaat allemaal over elektrische, hybride, waterstofauto's. En dat merk je hier overal. Alle fabrikanten zijn bezig om iets nieuws te laten zien. Dat is één ontwikkeling. De tweede ontwikkeling, dat hangt samen met design. Je merkt dat er enorm wordt geïnvesteerd in het maken van mooie auto's. Dus dat de wereld van design is ongelooflijk belangrijk. En het derde is, je zit echt in een globale wereld. Dat proef je ook hier. Ja, ja, design is overigens iets waar Nederlanders steeds trots op kunnen zijn. We hebben toch een aantal designers die in topmerken zitten. Het is ongelooflijk. Je ziet wie we hebben, welke merken. En dat geldt voor BMW, dat geldt voor Franse automerken, dat geldt voor Azië. Je komt overal Nederlanders tegen. En ik ben ontzettend trots dat wij zoveel Nederlanders hebben in de wereld van design. Ja. We houden van Nederland Dutch design. En dit is een prachtig voorbeeld daarvan. Ja. Is het overigens zo dat de auto's, hè, want dat hoor je wel eens nu, steeds meer op elkaar gelijken. Ja. Of als je op zo'n beurs rondloopt, dat je toch ziet van bepaalde kleuren gaan er uitspringen, bepaalde structuren die je ziet in de voor- en de achterkant, wat valt op in het design? Er is wel eens een tijd geweest dat de auto's echt op elkaar gingen lijken. En hoe kwam dat? Omdat al die autofabrikanten dezelfde computermodellen gingen gebruiken. Die tijd hebben we gehad. Je merkt gewoon dat in Frankrijk men bezig is om te kijken, wat is een Franse auto? Duitse design is ook weer anders. Ja. Hetzelfde geldt wat gebeurt met Japanse auto's of Koreaanse auto's. Dus ik merk dat er eigenlijk wereldwijd wel een tendens is van, wat zijn nu de karakteristieke elementen voor ons land en onze cultuur? Dus het is niet meer allemaal hetzelfde. Nee, het is overigens goed om te constateren met elkaar dat je ook steeds meer met je hart mag kiezen. En dat je wat minder met je portemonnee kiest. We hebben natuurlijk een periode achter de rug waarin bepaalde fiscale stimulansen ons op een bepaalde weg hebben gezet. En het is denk ik goed, daar hebben we onze rijvereniging ook sterk voor gemaakt, dat u als consument weer eens kiest voor een auto recht uit het hart. Als u dan toch aan het kiezen slaat, kijk dan om u heen wat voor schitterende auto's er allemaal op de markt gaan komen. Wij gaan weer door met genieten.